Heel goedemorgen, welkom bij deze Markets Update van BNP Paribas. De sterke macrocijfers in de VS en met name de banencijfers van vrijdag blijven goed doorkomen. Hoewel er duidelijk sprake is van krimpende groei, is er nog geen sprake van een krimpende economie. Wel lopen de arbeidskosten stevig op en dat alles geeft de havikken binnen de Federal Reserve Bank de ruimte om door te gaan met renteverhogingen. De aandelen kwamen erop onder druk te liggen. De Dow Jones sloot 1,1% lager, S&P 500 leverde 1,6% in en de Nasdaq viel 2,5% terug. Tienjaars rente in de VS kruipt weer langzaam naar de 3%, maar loopt minder hard op dan de Duitse die inmiddels al op procent staat. Tesla leverde 9% in na berichten dat het bedrijf 10% van personeel wil laten gaan. En de inkoopmanagersindexcijfers uit China voor de dienstensector lieten een stand van 41,4% zien en dat was beter dan de 36,2% uit april, maar nog steeds ruim onder de 50% en dus een krimp. Eerder bleef dit cijfer voor de industrie ook al onder de 50% hangen. Toch trok de Shanghai Composite 0,9% aan en liep de Hang Seng met 1,4% op. De Nikkei sloot 0,7% hoger en de Kospi-index in Zuid-Korea bleef gesloten vandaag. De futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een iets hogere opening. En de aandelen Air France-KLM blijven onder druk liggen. De handel in de claims duurt nog tot en met morgen 7 juni. Vermoedelijk zal het aandeel daarna wat stabiliseren. En met Meloni... Hij verkocht Grubhub vorig jaar aan Jitse Groen van Just Eat Takeaway voor 7,3 miljard dollar. Heeft overwogen het bedrijf weer terug te kopen. Hij zou dan miljarden winst maken, maar zag er toch vanaf. En Mercedes gaat wereldwijd 1 miljoen auto's uit het hogere segment terugroepen. En na, die moeten terug naar de garage in verband met mogelijke problemen aan de remmen. De macroagenda is leeg vandaag in verband met tweede Pinksterdag. Alle beurzen zijn wel regulier open. Later deze week zijn de ogen gericht op de ECB met haar rentebesluit en toelichting op donderdag. Vrijdag komen er belangrijke inflatiecijfers uit uit de VS. En er zijn vandaag geen analisten updates, maar morgen is er wel gewoon weer een markets update van BNP Paribas.